Kortgedingrechter Revita Chitterpaal heeft vanmorgen de voorzieningen die door Sergio Akimboto werden gevraagd in kortgeding geweigerd. De overwegingen van de rechter zijn nog niet bekend bij partijen, omdat het vonnis nog niet op schrift is vrijgegeven. De eis van Naila van Dijk, advocaat van Akimboto, dat haar cliënt onder andere weer toegang moest krijgen tot het assembleegebouw en de bijbehorende ruimtes, is dus niet gehonoreerd door de rechter. U hoort Naila van Dijk in een eerste reactie op de uitspraak van vandaag. In principe, er is gevraagd om de procedure te stuiten en dat is geweigerd. Dus dat betekent dus dat in zoveel woorden de tegenpartij dus wel vrij is om verder te gaan totdat eventueel een ander blokkademiddel wel slaagt. Monique Vos, advocaat van Marinus B. en de staat Suriname, zegt dat het in dit kortgeding erom ging of Akimboto nog lid van DNA is. U hoort Monique Vos. Tot op dit moment heeft de rechter gezegd, hij is geen lid meer. Dus als er hoger beroep wordt aangetekend, dan gaat het Hof zich opnieuw over de zaak buigen. DNA-voorzitter Marinus B. zegt in een reactie op de uitspraak van de rechter dat dit de manier is zoals het in een democratie werkt. De rechter heeft nu haar uitspraak gedaan en dat hoort volgens B. een ieder zich aan te houden. Het dispuut is beslecht. Dat is die beleving in die democratie. Wanneer partijen niet eens zijn met elkaar, dat een onafhankelijke rechter een oordeel gaat vellen. En dat is gebeurd, dus we dienen het te respecteren. Akimboto zegt dat hij nog niet weet hoe hij verder gaat, omdat dat afhankelijk is wat er in het vonnis staat. Samen met zijn advocaat zal hij dan de verdere stappen bespreken. Nee, ik wil niet voorbarig zijn. Ik ben geen jurist. Laten we juristen me adviseren over de mogelijkheden en op basis van die mogelijkheden zijn uitgewerkt. En daarover had ik nog niet gehad. Dan zal ik dan een besluit nemen daarover van oké, doe iets of doe niets. Dus dat is het zo simpel. Dus die mogelijkheid bestaat er. Dus we gaan er gebruik maken indien ik het relevant van de argumenten om het wel te doen. Ricardo Panka, woordvoerder van de NDP, wilde inhoudelijk nog niet reageren op het vonnis, omdat hij het nog niet in handen heeft. Zodra dat het geval is, komt de NDP met een officiële reactie.